run to you like nobody was watching. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Het is inmiddels dinsdag. En normaal zou ik nu aan het werken zijn. Alleen hebben we afgesproken dat ik dat nog even niet doe. Mijn hele familie in Tiel, of bijna iedereen in Tiel, heeft corona. En ik heb laatste contact nog met mijn moeder gehad, afgelopen week maandag. En nou, ik heb het geïnformeerd bij mijn werk. Werkgevers, dat is een echtpaar, die komen net uit quarantaine, want hun zoon had corona. Dus hun hadden zoiets van, ja, we zien het niet zitten om die risico te lopen, wat ik volkomen begrijp. En al respect voor heb. Mijn vader is al nu bijna eroverheen. Maar heel weinig. Ze hebben maar 1 of 2 keer lichtelijke koorts gehad. Verder heb ik de uitslag van mijn bloedonderzoek binnen. En de retine is helaas weer heel erg laag. De laagste grens is 20. Hoogste is 250. Dus zo breed, zeg maar, kan het zijn. En die van mij is 17. Heb ik 2 jaar geleden ook gehad. En toen heb ik ijzersupplementen geslikt. Het kan een opnemingsstoring zijn. En daarvoor heb ik dus ook een ontlastingsonderzoek ondergaan. Om te kijken van, misschien is er iets in mijn darmflora niet goed. Ja, maar sowieso ga ik nu ijzersupplementen slikken. Het is niet veel geweest de laatste dagen. Gewoon, als ik vlog wil ik natuurlijk ook iets wel echt... Ja, ik laat natuurlijk gewoon mijn dagelijkse leven zien. Maar ja, als ik een beetje gewoon in huis hang en heb ik een coronatest laten doen. Ik snap het ook allemaal. Ik snap de beredenering. En nou, in ieder geval, ik heb een test laten doen. Vond ik helemaal niet zo fijn. Gewoon met een zwaddenstaaf in je keel. Dat vond ik heel naar. Nu wacht ik op uitslag. En dan, dan kan ik dat gewoon ook informeren op mijn werk. Hoe, wat, waar. En zodra ik uitslag heb, dan kijk ik ook of ik... Ik moet sowieso boodschappen gaan doen van mijn ouders. Dus zodra ik uitslag heb, wat ik toch vanuit ga dat het negatief is... Ga ik boodschappen van mijn ouders doen, want die zitten natuurlijk wel opgesloten. Mijn vader. Ik heb weer een to-do-lijstje voor vandaag. Ik ga er gewoon even lekker tegenaan. Even dingetjes afvinken, gewoon ook voor mijn mentale rust. Dan ga ik even de Bijbel lezen. Even wat notities maken. Wat vroegen ze? Kon deze pot onwaarschijnlijk uit jagen verzamelaars tijd of zoiets? En ik wist niet. En voor de rest, had je wel het gevoel dat het goed ging? Ja, op zich wel. Alleen bal bij ambacht. Nee, arbeid. Arbeid, nog wat. Dat twijfel je aan? Mm-hmm. Ja, dat was sowieso fout. Oh, dan weet je dat die fout is. Oh. En de rest, wat voor andere vragen had je? Ja, die ging op zich wel goed. Voor zo van... Waarom trekken jagers en verzamelaars rond en waarom wonen ze niet in huizen? En wat was je antwoord daarop? Ik had ze trekken rond omdat het voedsel op een gegeven moment op is. En ik had ze wonen niet in huizen omdat ze toch rondrijden. Nou, ik heb eindelijk gedoucht. Mijn haar moest echt gewassen worden. En deze broek heb ik dus zelf korter gemaakt. Was gewoon super simpel. Het is van de America Today. Het is zeg maar wel een licht broekje, dus ik denk dat ik in de winter mijn jode onder ga doen. Het is gewoon echt koud. Maar ik vind dat lekker, dat een beetje dat losse.
Niet te strak op mijn buik, goede elastiek. En dan gewoon een trui erop. Doe ik gewoon hier mijn plateau gimpen eronder. Geslaagd dagje bij de kringloop. Soms heb je van die dagen dat je zoveel ziet en gewoon echt geslaagd bent. Ik heb heel veel gezien. Ik weet ook niet waar ik op zoek naar ben. Misschien moet ik dan ook een beetje een betere plan trekken. Meestal is het zo dat als ik daar ben, me gewoon laat inspireren door wat ik zie. Maar ik weet niet, het zat er niet in vandaag. En op een gegeven moment dan had ik ook zoiets van, ach, ik ga maar naar huis. Wel een mand gekocht die ik eigenlijk misschien, ja... Ik weet het niet. Eerst dacht ik heb hier wat groters nodig. Een hele mooie schilderij, allemaal dingen gezien. Maar ja, ik ben ook heel eerlijk. Ik ga geen 20 euro betalen voor een schilderij, een oud schilderij. Ik vind het allemaal leuk en hè, ik ben echt een kringloopfan. Maar ja, sommige dingen denk ik, nee, dan gaan we te ver. Blouseje precies in mijn kleur. Ik heb de kleurenkaart erbij gehouden. Oud blouseje. Er zit ook schoudervullingen in. Is ook een beetje oversized, denk ik. Maar ja, is precies mijn kleuren. En die wil ik dus in de lente dadelijk gaan gebruiken als basis. Vrijdagmiddag, 3:30 zoiets. En ik heb Juana net afgezet in Rosmalen. Haar vader en haar bonusmoeder waren in de buurt, dus ik kon haar daar afzetten. Scheelt natuurlijk een heel ritje. En vanochtend ben ik naar de chiropractor geweest, al heel vroeg, en daarna gewerkt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel alsof ik een marathon heb gelopen. Ik heb normaal voel ik wel iets van de chiropractor, maar zoals vandaag heb ik nog niet gehad. Het is echt... Zelfs met ik heb zelfs spierpijn in mijn bovenbeen. Maar het was heel fijn. Ik had het ook echt nodig. Want ik had dus een week niet kunnen gaan. En dat voelde ik heel goed. En mijn lichaam reageerde ook heel snel. Dus dat was fijn. Verder, toen ik aan het werk ben gekomen, heb ik gewoon met Juana een beetje gehangen. Dus ik heb ook helemaal niks gedaan nog aan het huishouden. Ga ik dadelijk allemaal doen. Het is wat later. Maar ja, dat vind ik dus wel echt een prio. Vooral als het weekend niet is. Ik weet het zijn maar 2 dagen. Maar dan mis ik haar gewoon even met haar. En gewoon even kletsen. En wat mijn dingen laten zien op de telefoon die ze had gezien. En nou, dat heb ik dus gedaan. Dat wil zeggen dat het hier gewoon nog nu allemaal zo erbij ligt. Ze heeft nog wel viool geoefend. Ik moet niet te veel van mijn lichaam op dit moment vragen. Dus ik kijk even hoe ver ik kom. En anders pak ik het morgenochtend. Als jullie mij volgen op Instagram, hebben jullie misschien dit gezien in mijn reels. Maar ik heb afgelopen week hier dus een soort mini makeover. Echt mini. Van gepost. Ik zal even het linken onder. Dan zien jullie ook de before beelden. Maar ik had het niet gedeeld op mijn vlog. En ik ben hier toch zo blij mee. Want het maakt een groot verschil. 'S ochtends. Ik moest altijd in al die haakjes zoeken waar mijn fietssleutel was. Of mijn huissleutel. En nu normaal. Kijk. Ja, normaal hangt deze hier. Ik ben net thuis. Dus dan hoef ik alleen maar deze hele stapel te pakken. En niet meer te zoeken. En het zijn maar kleine dingen. Maar het maakt zoveel verschil. Ja, het is echt een mini klusje. Maar het vertaalt zich toch al in mentale rust. En toch een beetje tijdbesparing. Autosleutels, reservesleutel. Hier zijn de reserve fietsensleutels. Reserve huissleutels. Nou, zo hebben we dat. En hier heb ik dus een paraplu. Staat wel in zo'n potje, anders viel die de hele tijd om. Dit is reflectiemateriaal. En hier liggen de batterijen die dan weg moeten, die dan op zijn en die een keertje gewoon weggebracht moeten worden. Ja, reflectie is dus een hesje voor Juana en zo'n armband. En dat voor als het echt in de winter straks nodig gaat zijn voor op de fiets of als we gaan wandelen. Het is zaterdag, 9:00 en wij zitten zonder stroom. Vriend Lief en ik waren vannacht op de bank in slaap gevallen. We gingen een serie kijken en wij waren allebei moe. Dus we schrokken wakker rond 2:30. Nou,
Hè, ik heb tanden gepoetst en dat allemaal. En ik ging in bed liggen. En toen in één keer, mijn vriend stond nog in de badkamer, zegt hij, de hele stroom ligt eruit. Dus ik, ik uit bed. Wij kijken bij de schakelaar, aarde zetten gewoon, de aarde is er niet uitgeklapt, alles staat omhoog. Ik zeg, nou kijk maar buiten, want ik zag wel bij de buren allemaal licht. Hij zegt, ja, moet even kijken in de hal of de buren boven licht hebben. Ze hebben daar een sensor. Dus hij loopt naar boven en pom, licht schiet weer aan. Dus wij zo, oh nou ja, oké. Okay. Gaan we slapen. En we worden net wakker. En ik zeg, ga eens kijken of het toch stroom is. Dus ik probeer een lampje aan te doen. Nada. Nou, nu ben ik naar boven gelopen. De buurman hier boven ons heeft wel stroom. De buurman nog hoger heeft dus geen stroom. We gaan nu even kijken. Maar ja, het huis is hartstikke koud. We hebben stroom. Ik lief en ik zijn gewoon de stad ingegaan op een gegeven moment. Want we hadden het echt koud in huis. We hebben natuurlijk een aantal, ik denk wel misschien 10 uur of zo, zonder stroom gezeten. Dus ja, dan wordt het ook echt heel koud in huis. Dus we dachten, nou, we moesten nog wat dingetjes doen. Dus we zijn even de stad in gegaan, ben ik even langs werk geweest, even gekletst en koffietje gedaan en nou, dat. En ben ik nu net thuis en ga ik even koken. Ik ga een hele grote pompoensoep maken, want ik breng wat soep naar mijn ouders in Tiel. En ik ga een hapje maken voor mijn schoonmoeder met witlof en pompoen. En ik ga muffins bakken, want die wou ik dus gisteren maken. Even mijn schoonmaak uurtje. Maar ja, gewoon omdat mijn rug niet lekker zat. Het is gewoon weer een bewijs van, zie, je kan alles plannen. Je kan 2 weken van tevoren alles plannen. Je kan een dag van tevoren in bed liggen te plannen hoe je dag eruit gaat zien. Maar we hebben het gewoon niet in de hand. En dan is het gewoon een kwestie van even die knop omzetten en dan het anders indelen en dat ook gewoon prima vinden. Ik heb deze een paar weken geleden gekocht bij de Flying Tiger. Is van glas en het heeft heel veel afmetingen in één. Hoe handig is dit? Ik heb er 3 euro voor betaald. Je hebt dan hier bijvoorbeeld Cups UK, Cups US. Dat vind ik super handig, want heel veel recepten die ik dan vind op Pinterest zijn met de Amerikaanse caps. Dus dan ga ik nu deze gebruiken, ook voor de muffins. Oh, we hebben vandaag besloten om eten af te halen. En dat is van, eigenlijk, ja, het staat 50-50, maar het is van Nom Nom. En ze hebben dan per week een soort, ja, weekmenu. En nu is het gekarameliseerde ui met aardappelpuree, barbecue, pulled pork en bimi. En dan een lekkere rucola salade met peer. Zoveel zin in. Eigenlijk gaat de horeca dicht. Dus wij zijn niet echt mensen die veel uiteten. En we bestellen eigenlijk ook nooit wat. Maar nu wouden we dat toch doen. Oh, vriend Lief kwam vanmiddag met een hele mooie bos bloemen voor mij. Gewoon. Oh, hij wil het scherp stellen. Ja. Gewoon omdat hij van me houdt. Toch? Heerlijk. Het is helemaal niet koud. Het is gewoon lekker. Even eruit. Voelt super fijn. Voor mijn rug. Die geuren van de herfst. Vroeger, maar een aantal jaren geleden, toen ik ook emigreerde naar Nederland, vond ik het moeilijk toen het koud werd, omdat ik natuurlijk niet gewend was. Ik ben in de tropen opgegroeid. Uiteindelijk ben ik zo gaan houden van de herfst. Het is echt heerlijk. Ik word er zo vrolijk van. Dat had ze echt 8 jaar geleden of 10 jaar geleden, had ik dat nooit gedacht. Dat ik hier zo intens gelukkig van zou kunnen worden. Van die geur en de kleuren en de winter vind ik leuk, lente, zomer. Ik heb zo'n waardering gekregen voor de seizoenen. Dat is een beetje een rare vlogweek, vond ik. Ook gewoon alles wat er aan de hand was met de familie. Maar uiteindelijk heb ik toch wat in elkaar kunnen zetten. En op naar een nieuwe week. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doeg!